Een of andere achternicht, die heeft een hele grote varkensfokkerij. Ja. En die hebben een zoon... We gaan er even voor zitten nu, hoor. Nee, die hebben een zoon, die heeft het. En die kwam een keer langs die zoon. En toen had de familie mij gewaarschuwd dat hij dat ook had. En dat die knorde. Want die is opgegroeid. die is opgegroeid. Als die klaarkwam of gewoon... Nee. Oh, normaal, nee. Normaal. Nee, dus... Hij knort normaal. Ik denk, niet lachen. kinderen geïnsinueerd, denk eraan, niet knorren en niet lachen. Dus die gozer komt binnen en ik zeg van... Hé, hey, goedemorgen. Ja, ah, dit verzin je. Nee. Dit verzin je. Nee, dat verzin ik niet, Wilfred. Dat is echt waar. Wel ze maar. Maar kijk, die jongen die is opgegroeid op zo'n varkensfokkerij. En die heeft als kind dat overgenomen. Maar die liet dus ook slapen in die nee, onzin. Maar die omzeilde ja, onzin, dat vaak. Dan ging die fluiten. Die liep dus de hele dag te fluiten. Dan knorde die niet. Maar als hij dan iemand wat tegen hem zei en hij stopte met fruit, dan... Maar kon je ook helemaal niet praten? Of? Jawel, hij kon wel praten, ja? Maar dan knorde hij steeds ertussendoor. Oh. Had ook een krulstaart. Maar is er een kans aanwezig? Ik durf het bijna niet te vragen dat hij nu zit te kijken toevallig. Ik sluit dat niet uit. Nee. Dus dat zal je erg waarderen dat je dit vertelt. Ja. Nee, maar wij praten er natuurlijk met respect over. Ja. Het is een achterneef ook, of niet? Gelukkig wel. Ja. Je hebt hem al een tijd niet gezien. Nee, het is een zoon van een achternicht. Oh, het is echt heel ver weg. Heel ver weg. Ja. Dichterbij willen ze dat niet hebben. Maar is hij inmiddels getrouwd en zo? Ja, misschien met een biggetje. Jongen, we hebben het zo voor.